Hi allemaal, het is weer tijd voor 10 minuten Q-time met Jelena. En vandaag heb ik een echte Surinaamse fashionista die tassen design. Tassen maakt hij ook nog eens met Surinaams materiaal en producten. What is a little Q-time? Naast me zit vandaag Sharani Tam. Hi Sharani. Hi Jelena. How are you doing today? Great, want ik ben hier. Dat is een prachtig antwoord. Let's keep this energy. Sharani Tam. Smit. I said it. Design tassen, maak tassen. Klopt. Creëert the magic, wil ik bijna zeggen. Vertel me over de tassen. Wat zijn ze, hoe heten ze, van waar komen ze? Ik wil alles weten. Ik ben de designer van Oma Bags. Oma staat voor vrouw natuurlijk in het Surinaams. Maar de tas is ook een statische tas. Dus het hoort gewoon bij een statische vrouw. Ook. Ja. En de tas bestaat uit stof of uit leer. En het belangrijkste van de tas zijn de handvaten. Die zijn van cederhout gemaakt. En die worden door de marrons gemaakt op de hand. En daarbij is de Timbic craft heel erg van belang. Want eigenlijk elke inkerving die op het handvat zit, die heeft weer een andere betekenis. Oké, twee vragen. Marrons, welke marrons? Want als je marrons zegt, heb ik het idee dat iedereen ze maakt. En twee, wat is de Timbic craft precies? Timbic betekent eigenlijk inkervingen. De marrons die het maken, die hiermee bezig zijn, die komen van boven Suriname. They're like family to me, want het komt eigenlijk, het voortvloeit eigenlijk uit Ikana. En wij doen ook nog steeds souvenirs al 26 jaar. Dus het zijn niet gewoon even mensen die ik ergens van de straat heb geplukt of zo. Maar mensen met wie ik echt al een jarenlange relatie heb. En ja, zo zijn we nu gekomen op een nieuw product, dat we dan aan de tassen vastmaken, om het zo te zeggen. Oké. Wil je de mensen misschien niet vertellen wat de Ikana, of waar de Ikana Shop staat en wat jullie allemaal nog meer doen, voor we helemaal into the bags gaan? Ja, Ikana bestaat al 26 tot 28 jaar. We waren vroeger een hotelshop van Torarica. Inmiddels zitten we nu op Zuid. En binnenkort komt er, coming soon, hey. Jullie zijn bezig. Ja, komt de Uma Store, waar we eigenlijk een soort van platform zullen hebben voor vrouwelijke ondernemers. That's very handmade nice. In Suriname. Ja, daar gaan we voor. Girl power dus. Ja, helemaal. Oké, we gaan naar de Uma Bag. Mm. Ik zie dat er eentje al mooi gedisplayed is naast jou. Die is dus... jouw Uma Bag. Dat is mijn Uma Bag. Maar je maakt een aantal of verschillende modellen. Ik heb eentje, of nee, ik zie twee hier. Dit is my favorite for now. Maar ik ga nog meer komen zo te zien. Vertel me over de bag. Hoe ben je op het idee eigenlijk gekomen? Want je maakt al andere dingen en toen dacht je, ik ga tas maken. Tassen hebben we nodig. We hebben nog niet genoeg tassen in het land. Nee. Ik ga tassen maken. Ja, precies. Dus de tas bestaat eigenlijk uit stof en uit dus een cederhout handvat. Mm-hmm. We hebben zes verschillende modellen van klein tot groot. Ik ga deze groot. Even hier zetten. Ja. Ik ga deze ook meteen eruit pakken. Dit is like een kleintje. Dit is onze mini. Deze? Onze Fini Mini. Oh ja, onze tassen hebben ook allemaal een naam. Oké, wat heb ik nu? Nu heb ik de Fini Mini in mijn hand. Fini Mini. Ja. Dit is de Bradi, want ook vrouwen zitten ook natuurlijk. Je hebt slanke vrouwen, je hebt brede vrouwen, je hebt verschillende type vrouwen. En op grond daarvan hebben we ook de tassen allemaal een naam gegeven. Dat is een Uma Bag voor iedereen. Ja, dus dit is de Bradi en we hebben de Fini, we hebben de voor die spannen vrouwen. Ja. Of als je veel geld wil, deze wel. Deze ook. Ja. Even. En deze heet dan de? Daar heb ik dus nog geen naam voor. Misschien kan je me daarmee helpen. Want dat is dus de nieuwste. De nieuwste. Dus het nieuwste formaat dat we nu hebben. Het is tussen een Bradi en het is tussen een Fini. Een slim tik. Een slim tik. De slim one. Een slim Uma. Ja. Uma slim. Uma slim. It could be something. Ja, we kunnen ergens naar gaan kijken. Ja, zeker.
Nee. Ja. Leuk. Dus dan heb je verschillende namen. En alleen dus zulke tasjes. Of maak je ook like, kleinere of portemonneetjes. Of daar zijn die nog niet we zo. We hebben klatjes. We hebben wallets. We hebben beach bags. Dat is nice. Ja, we hebben ook de Uma Shopper. Het is gewoon ook makkelijk. Voor de boodschappen en voor zo. Voor de boodschappen. Ja. Dus we hebben in totaal hebben ook de shoulder bag hadden we in december hebben we gelaunched. En we gaan nu over naar een laptoptas. Ja, zijn dus lekker we zijn bezig. Flink bezig. Maar ja. ik hoor hier voor het eerst over waar adverteren jullie? Hoe loopt het tot nu toe? Wie is jullie doelgroep? Elke oma natuurlijk mag een oma bag of zou een oma bag moeten hebben. Moeten hebben eigenlijk. Maar... ja. Waar kunnen ze deze vinden? Hoe kunnen ze deze halen? Nou, in onze shop aan de Reinastraat. Mm-hmm. We zitten momenteel aan de Reinastraat, nummer 4, boven. Trapje op. En daar hebben we gewoon eigenlijk alles beschikbaar. Verder zitten we ook op social media. Mm-hmm. Uma Bags, Facebook, Instagram. En we hebben ook een webshop. Het is wel een Nederlandse webshop. Die hebben we eigenlijk voor onze klanten in Nederland. Dat is... omabags.com. Alright. Ja. Oké. Okay. Je koopt zo'n tasje. Als ik hem bestel, krijg ik hem dezelfde dag. Hoe zit dat nou precies? Nou, kijk, hoe het eraan toe gaat, is je kan gewoon anytime de shop inlopen. Of je kan ons een berichtje sturen. En dan sturen we de link met alles wat we dus op voorraad hebben. Soms kan het zijn dat je misschien iets op Instagram hebt gezien van een paar weken geleden of zo. We maken van alles maar één. Overigens. Oh. Dus het blijft echt uniek. En je zegt van nou, ik wil dezelfde print, maar met een ander handvat. Dus dat zou ook kunnen. We doen ook wel custom. Dus, maar dan moet het natuurlijk nog wel in de vorm van ons. Dus jij wel vaste vormen. Want stel, ik vind het idee met de handvaten zo uniek. En ik zeg maar, ik wil dat het rond moet zijn en niet rectangular. Nou, dus we hebben eigenlijk drie soorten handvaten. We hebben rond, we hebben vierkant, we hebben rechthoekig. We hebben dus de mini, maar we hebben ook een andere mini. We hebben een soort queen model, hebben we ook. Dus er zijn wel een aantal, maar niet alle handvaten past op elke tas. Dus dan wordt het moeilijk. Dus als je zegt van, nou ja, ik wil deze, maar met dit handvat is ik. Dat kan gewoon. Ja, het past niet en dan valt de tas ook in elkaar. Ik ben wel heel erg strikt daarin. Het moet nog wel goed zitten, netjes zitten, recht zitten. Want ja, je draagt wel de oma brand. Ja, precies. Oké, een bold statement, een tas voor elke vrouw. Yeah. Waar zie je de oma bag naartoe gaan? Ja, ik heb hele grote plannen daarvoor. Ik vind dat we sowieso overal in de wereld moet oma verkocht worden. En een samenwerking met Gucci of Louis Vuitton, een van de geweldige modehuizen. Want ik vind wat wij in huis hebben, is niets vergeleken met wat zij doen. Oké. Niet om verbaan te klinken, maar gewoon. Nee, maar als je erin gelooft, dan moet je er ook gewoon voor gaan. Dan, hoeveel jaar moet ik weer met je checken? Voor 5 jaar. Voor vijf jaar zijn we gewoon daar. Zijn we daar. Ja, New York Fashion Week, here we go. Moet kunnen. Nee, we gaan het gewoon doen. Ja. Ik vind het heel leuk waarmee je bezig bent. Ja. En we zijn nu nog bij de tassen, maar heb je ook de behoefte om in de toekomst meer dan accessories te doen? Dan ga je ook kleren ontwerpen? Ja, of? Ja, ik ben ook bezig met de oma kledinglijn. Dus we willen echt de oma brand gewoon bigger maken. Wat centraal staat is het hout. Dat gaat wel dus overal in voorkomen. Omdat hoe dan ook, we willen door middel van de branding... moet het hout, eigenlijk de traditie van de marrons op het hout, dat moet overal te zien zijn. Want dat willen we eigenlijk, moet blijven doorbestaan, die traditie moet blijven doorbestaan. Ik vind ook dat we gewoon een stukje social responsibility moeten hebben. Dus we moeten mensen blijven poweren. En zeker deze mensen, want het is een craft die over een paar jaar anders niet meer zal bestaan. Nee, maar als ze de Uma Bag en de Uma Brand gaan uitbreiden, dan zijn we verzekerd dat die blijft doorbestaan. Ja, ja. Ik had nog een vraag, want in het voorgesprek vertelde je me over de duurzaamheid van de tas. Ja. Zou je misschien daar ook nog iets meer over willen vertellen? Ja, nee, zeker. Dus eigenlijk de tas is helemaal eco-friendly. Mm-hmm. Zeker 95% eco-friendly. Dit Uma-stukje is ook van hout. Wat we ook doen is eigenlijk alle stoffen die
blijven, mm-hmm. maken we wel dingetjes van. Dus we doen eigenlijk niets weg aan materiaal. Dus we doen niet aan waste. Alles wordt weer gebruikt. Ja, gebruikt. Ja. Als het nou is om zakjes te maken of om haarbandjes te maken, alles gebruiken we weer. En als jullie het hout ook gebruiken, want een boom moet daarvoor gesnoeid, gezaagd worden, opgehakt worden. Ja. Hoe zit het met het herbeplanten? Of gaat het nog niet hard genoeg? Of hoeven we nog niet daaraan te denken? Nou, het is wel belangrijk om natuurlijk daaraan te denken. En wij stimuleren dat ook van, hey, weet je, als die bomen gekapt worden, weet je, zorg er wel voor dat er weer, weer beplanting in ieder geval plaatsvindt. Dat vinden we natuurlijk wel erg belangrijk. En we zijn ook gewoon heel erg zuinig met het hout. Dus ik zeg maar wat, als je hier dus een plankje van hebt en dit snij je uit, alle restjes, dat gebruiken we weer. Dus daar maken we dus knoopjes van. Ja, je weet me dit. Wat is dat nou precies? Wanneer krijg ik dit? Dit krijg je dus bij aankoop van zo'n tas. Dan krijg je een kaart erbij met het verhaal erachter. En ook wat de betekenis ervan is. En we werken dus nu met 4 seizoenen. Mm-hmm. We hebben Lobby, Famiri, Son en Aling. Mm-hmm. Dat zijn de 4 seizoenen waarmee we dus werken. Dat is ook gewoon heel, heel leuk. Nou, superleuk. En een heel mooi idee waarmee je bent gestart en nu uitgegroeid is naar een hele lijn van tassen en nog groter gaat worden. Ja, ik wil je bedanken voor het komen. Ja, ik zou zeggen, ga jullie de Uma bag halen. Er zijn zoveel keuzes. Als je niet op social media kan vinden of de accountie kan vinden, kijk op de website. Of ga gewoon naar de shop die nu aan de Reinastraat staat. En straks zijn ze ook op een nieuwe locatie. Dus hou de Uma brand in de gaten, want ze gaan, they're gonna make some moves. Nogmaals, bedankt voor het komen. Leuk. En heel veel succes. Excuse me. Heel veel succes verder. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En bedankt jullie ook voor het kijken. Bye. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.